Michel Steers organiseert al bijna 20 jaar graffiti workshops voor kinderen onder de Amsterdamse brug in Oost. Maar daar moet hij binnenkort mee stoppen, naar klachten van buurtbewoners. Onbegrijpelijk, want ik ben niet alleen, ik doe het natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar ook voor de jongens die bij mij werken. Ik heb jongens die zitten in reïntegratieprojecten, die kunnen nergens anders aan het werk. De buurt klaagde bij de gemeente over geluid, parkeer en stankoverlast. Kinderen zitten op de straat, allemaal heel gezellig, maar je kan er niet door. SUV's rijden af en aan om die kinderen te halen en te brengen. Het is eigenlijk voor commercialisering van de openbare ruimte. Nee, ik heb niks tegen een kunstenaar die hier eens een keer een muur doet. We hebben wel wat tegen dat hier massa's kinderen de dijk bezetten. Dat is een beetje overdreven, hè? Kijk, je kan je nu zien, zeg maar. Dit is eigenlijk onze normale hele drukke dag. En wij hebben ongeveer een 10-tal kinderen per sessie. Dat gaat dan 3 keer per dag door. Van ongeveer 12 uur tot 6 uur vaak. Wat maak je? Ik maak de eerste letter van mijn naam. De K, hoe heet je? Kira. Maar je kunt ook zeggen, het fleurt de boel hier wel een beetje op. Soms is het vreselijk gezellig. Je voelt je vreselijk lullig als je daar wat van zegt. Dat klopt. Soms is dat hartstikke leuk. Maar doen we het dan soms. De buurt wil dat het gebied schoon blijft. En volgens Steers helpen de graffiti workshops daar juist bij. En voordat wij aankomen en gaan beginnen met de workshops, cleanen we eigenlijk het hele gebied. Dus wij ruimen eigenlijk het hele gebied op. En dat komt neer ongeveer op een dag op 5 vuilniszakken openbare zwerfafval. Wat wij opruimen elke keer dat wij hier staan. Maar daarover zijn de meningen verdeeld. Die doen het op bordjes, die kinderen. Die bordjes die vinden wij later aan de dag vinden wij die in de tuin, want die worden over de heg gegooid. En nou ja, ik vind graffiti van feestjes niet duurzaam. Dus daar zouden we dan ook eens even naar moeten kijken. Van jongens, hoe kunnen we dat dan op een leuke manier doen? Dat vind ik belangrijk. Steers blijft in gesprek met de gemeente om te kijken of hij in kleinere groepen aan de slag kan gaan.